zit er. De kabel. Dit is de compressor van de straalmotor. Deze comprimeren, zeg maar, er zitten er een stuk of 7 achter elkaar. Die comprimeren de lucht voor de motor. En die komen dan bij dat turbinewiel daar. En dan gaat het door de verbrande kamers en dan wordt daar dus die aangedreven. En dan gaan deze weer harder draaien. Dus een hele mooie vondst. Ja, naar boven. Je pakt nou alleen de bovenkant, trek je op.